Wat hebben Superman, bekende modellen en alle shirtloze mannen op je Instafeed met elkaar gemeen? Juist, ze zijn allemaal enorm gespierd en dat zorgt bij andere mannen voor meer onzekerheid. Uit ons onderzoek met 3 vragen blijkt dat ruim 50% van de mannen minder gespierd is dan ze zouden willen. Ik wil grotere armen, mijn benen vooral nog steeds. Mijn kuiten die vind ik nog steeds te dun als ik het zo kan bekijken. Natuurlijk zou ik wel een beetje gespierder willen zijn, zo die biceps en zo toch? Ik zou zeker gespierder willen zijn, zeker weten. Dat gespierde lijf is voor mij ook een ideaalbeeld geworden. Dus die spieren, die ga ik nastreven. Het is tijd om de gym in te duiken en te kijken of Stijn 2.0 wel een fitboy kan worden. Maar hoe ziet deze lifestyle eruit en kun je er ook te ver in gaan? Dus jij komt niet meer van anabolen af? Daar wil ik denk ik niet meer van af. Deze week duik ik in de wereld van de spieren en anabolen. Welkom bij Mooi Man. Omdat ik ook die Instagram Fitboy look wil, ga ik de aankomende 2 maanden 6 dagen in de week sporten en beter eten. En heel eerlijk, daar heb ik echt geen zin in. Want ik hou van kaasplankjes, wijn en alles wat uit de frituurpan komt, maar daar kweek je geen biceps mee. Dus, wat moet ik doen? Keihard sporten en gezonder eten. Sammy, jij wordt mijn PT. We hebben dus 2 maanden de tijd. Wat kan ik in 2 maanden met diehard sporten en goed eten bereiken? Het doel om te streven voor de eerste 4 weken is sowieso om wel rond de 1 kilo spiermassa aankomen. En voor het tweede gedeelte, de volgende 4 weken, zal het focus voornamelijk liggen om zoveel mogelijk vetpercentage omlaag te krijgen. En wat moet ik dan allemaal eten? Voornamelijk kip, proteïne shakes, proteïne yoghurt. Het hangt ook een beetje vanaf van wat jij allemaal eet. Nou ja, voornamelijk kaasplankjes, bugels, spuitkaas en wijn. Maar oké, ik heb er ineens helemaal zin in. Behalve dan die kip en die eieren en die proteïne shakes, maar ik heb er wel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe mijn lichaam gaat reageren en of ik echt daadwerkelijk verschil ga zien. En zo begon mijn fitness journey naar die Beachbody. 6:30 ochtends, jongens. We zijn er weer. Ik heb helemaal geen zin. PT Sammy, hallo. In de weken daarna en tot nu toe heb ik me altijd aan mijn strakke trainingsschema gehouden. Ik heb overal spierpijn. Dit is de 5e keer deze week. Ik heb zometeen personal training en daarna gewoon weer naar werk. En jullie hebben toevallig geen rijst of zo, hè? Rijst met gewoon kip droog. Nee. Oh, oké. Nou, dan was dit het. Oké. Alles voor dat nieuwe lijf. Goed. Uit ons onderzoek blijkt dat 24% van de mannen een gespierder lichaam ook echt mooier vindt en daarna wil streven. Natuurlijk zou ik wel een beetje gespierder willen zijn, zo die biceps en zo toch, maar dat is gewoon meer wat ik esthetisch gezien wel mooi vind. En als ik een periode vaak naar de sportschool ga, dan voel ik me ook beter in mijn vel, omdat ik gewoon mezelf sexier vind of zo. Ja, ik zou graag gespierder willen zijn, ja. Kijk, ik hoef geen sixpack te hebben, een one-pack is al genoeg. Waarom vinden wij gespierde mannen mooier? We vinden gespierde mannen mooier, want het is een teken van vruchtbaarheid. Blijkt uit onderzoek dat de cosmetische ingrepen die mannen willen doen, zijn allemaal tekenen van vruchtbaarheid. Haarimplant, breder zijn en een penisvergroting of verlenging. Wat natuurlijk allemaal uitingen zijn van je masculiniteit. Ik ben nu een paar weken verder, maar het kweken van spieren gaat nog niet zo hard. Daarom heb ik afgesproken met bodybuilder Jay. Hij is al jaren bezig om zijn lichaam te optimaliseren en schuwt niet om daar anabolen voor te gebruiken. Jay, hoe kom jij aan dit lijf? Hoe heb je dit gedaan? Ik train 5, 6, 7 keer per week in voorbereidingsfases voor wedstrijden of shoots vaker. Zorgen dat je voldoende eiwit per dag binnenkrijgt. Gezond eten, let op mijn slaap. Douche koud 's ochtends. Proberen meditatie op te pakken, stressreductie, slaap optimaliseren, voeding heel strak. Oh joh, dat valt nog mee. Valt mee. Mag ik? Ja, zeker. Je moet zelfs. Ah joh, kom op man. Nee ja, kom op man. Jij doet het echt een soort van alsof het niks is. 2. Dit is de warming-up hè? Dit is de warming-up. Zeker. Ja, nee, prima. Kom. Ja, het is goed met je 10 kilo erbij op. Hup, zitten. 1. Rustig terug. Zolang je kan lullen tijdens je reps, doe je hem te licht. Top. Hup, door. Kom aan. Waarom ben je begonnen met bodybuilder? Nou, een jaartje of 15, 16 was ik toen. En nou, dan, ik weet niet, als jongen ben je gewoon een beetje gemiddeld. Dus val je een beetje in de gemiddelde groep. En dan ben je toch een beetje op zoek naar nou ja, manier hoe je ergens in uitblinkt, denk ik. Maar heb jij dit ook helemaal dus inderdaad met geen inzet helemaal zo naturel bereikt? Wel met die drie, maar niet naturel. En een deel van je genen is ook in welke mate je nou ja, inderdaad reageert op ondersteuning. Zoals we dat... Ondersteuning is? Steroïden. Als jij beter wil zijn dan de rest en je wil echt de grens opzoeken van wat jouw lichaam kan, dan is dit gewoon een logische vervolgstap die, nou ja, in mijn ogen en ook dus in de ogen van eigenlijk alle topsporters. Alleen omdat er zo'n stigma op zit, is bijna niemand er eerlijk over. Maar dus eigenlijk zeg je, als je wil winnen, moet je aan de anabolen? Ja. Oh my fucking god. Nee, doe normaal. Kom op, Jankert, hup. Fuck jou met die Jankert. Duwen. Hij kan een stuk meer dan je denkt. Als je me dood wil hebben, kan ik een stuk meer dan je denkt. Oh. Ondersteuning heeft een dusdanig positief effect dat je in vergelijking met iemand die niks gebruikt, ja, dat, vergeet het maar. Iemand die gewoon echt zijn best doet en ondersteuning gebruikt, gaat gewoon verder komen. Jay vindt dat anabolen een positieve impact hebben in zijn streven naar het ideale lichaam. Maar wat zijn anabolen eigenlijk? Anabolen zijn afgeleiden van testosteron. Dus het zijn hormonen die heel erg lijken op het mannelijk hormoon testosteron. Alleen zijn ze aangepast om bepaalde eigenschappen te hebben of juist bepaalde eigenschappen niet te hebben. En wat doet het met je? Nou, het wordt recreatief vooral gebruikt om spiermassa te kweken. Testosteron is natuurlijk verantwoordelijk voor puberteitsontwikkeling, voor een welzijn van de man, voor een goede gezondheid, voor vruchtbaarheid. En omdat het ook een effect heeft op spiermassa, leidt het ertoe dat als je het in hoge doseringen gebruikt en langduriger gebruikt, dat je ook meer spierontwikkeling hebt. En meer spierkracht zou krijgen. Hoeveel Nederlanders gebruiken anabolen? Dan zit je rond de 4%. Van alle mannen? Ja. Ja, van alle mannen. Dat vind ik best veel. Ja, dat is het ook wel. En ik denk dat in Nederland de schattingen die staan op 20.000 tot 40.000. En intussen zijn dat er waarschijnlijk ongeveer 60.000. 60.000? Ja. Ja. Dus het wordt heel erg veel gebruikt. Meer dan je denkt. Anabolen spuiten om je ideaalbeeld te halen. Ik vind het wel ver gaan, maar het lichaam van Jay fascineert me wel. Kan ik dit lijf ook op natuurlijke wijze krijgen? Nou, voor jou zo ingeschat is dat misschien een brug te ver. Ik ben toch nieuwsgierig geworden naar die anabolen. Maar omdat de verkoop ervan illegaal is, doe ik een undercover onderzoek om erachter te komen hoe makkelijk ik dit spul kan krijgen. Ik ben gewoon fucking zenuwachtig. Zij krijgen fucking vuist tegen mijn bek. I'm wondering, do you guys know if you can get steroids around here? I want your arms to help. Well, then you need to train and eat good. No. No? No. I don't know. Wait, what? Steroids? I don't know. No? No. Okay. What the fuck? Dus ze zeiden allemaal... Hoe? Wat? Steroids? Ondersteuning? Huh? Steroïden? Ik heb die hele teringsportschool gevraagd. Sommige mensen liepen er vierkant bij. En iedereen zei, ik weet niet waar je ondersteuning kan krijgen. Ik vind het wel een opvallende conclusie, want ik dacht, die ondersteuning, dat krijg ik echt na één keer vragen. Toch niet helemaal. Ik heb overwogen anabolen te gebruiken, maar dat is dan wat als ik het zou gebruiken. Hoe snel zou het dan gaan? Ik snap wel dat andere mensen ervoor kiezen, want de snelle weg is natuurlijk het makkelijkst. Ik zou nooit anabolen gebruiken om gespierd te worden. Dat klinkt ook een beetje als vals spelen. Ja, toen ik begon met sporten had ik overwogen om aan de anabolen te gaan. Maar daar heb ik van afgezien omdat de gezondheidsrisico's natuurlijk enorm zijn. Ja, ik zat ook in een sportschool waar heel veel mensen dat soort dingen deden. Dus dan wordt het ook sneller genormaliseerd voor je. En dan ja, is het niet meer zo'n grote stap, denk ik. Oké, het is me dus niet gelukt om undercover anabolen te scoren in de sportschool. Dus dan maar naar mijn grote vriend het internet en kijken of het daar wel lukt. Ik tik in anabolen kopen. Hier, en meteen allemaal sites. Anabolen kopen 24, anabolen aan huis, steroïden Nederland, anabolen specialist. Oké, nou zelf klik ik altijd op een van de bovenste sites, dus let's go. Ik tik het, ik vind het en ik kan het bestellen. Ik heb alleen geen idee welke. En Winstrol, die heeft goede reviews. Belastinglever, ja. Hoge bloeddruk, nee. Waterretentie, nee. Acne is mogelijk. Oké, gegevens ingevuld. Oké. Besteld. Je tikt het in, je zoekt, je klikt iets aan, je betaalt. En het is onderweg. Het is letterlijk alsof je een paar sneakers koopt. Oké. Afwachten. Lieve mensen, na een lange dag gooi ik net de deur achter me dicht en 3 keer raden wat ik denk dat is geleverd. Volgens mij heb ik anabolen in huis nu. Ik ben zo onhandig, de spullen gewoon open, ja, sorry. Wat de fuck is dit? Ik heb ze. Oh mijn god, jongens. Het zijn gewoon witte pillen. Het is alsof je paracetamol hebt besteld. Oké. Maar dit ruikt gewoon echt naar kinderlijm. Het heeft een heel rare synthetische geur. Beetje weeg ook. Wacht. Heel zout. Eeuw. Gadver, ja, maar ik vind dit wel echt gestoord. Ik weet gewoon letterlijk niet wat ik nu in mijn mond heb gestopt, hè. Ik weet niet wat hierin zit. Ik weet niet wat voor zooi hierin zit. En ik bestel dit en het komt sneller binnen dan mijn nieuwe kleding. Ik heb gewoon nu anabolen in huis. En als ik zou willen, kan ik beginnen met een kuur. Ik ben dus nu al een tijd aan het sporten en het gaat bij mij nog niet snel genoeg, vind ik zelf. Kan ik niet gewoon een weekje anabolen gebruiken en dan extra spieren kweken? Nou, een week anabolen gebruiken is wel heel kort. Dat kost tijd voordat het iets oplevert. De meeste mannen die anabolen gebruiken, gebruiken een kuur. En een kuur duurt meestal minstens 6 weken. Gebruikelijk is 3 maanden. Wat zijn dan de nadelen van zo'n kuur? De meest gemelde bijwerkingen zijn dat je pukkeltjes kan krijgen, acne, en dat je borstvorming kan krijgen. Soms zelfs agressieve uitspattingen krijgen op momenten dat je dat normaal gesproken nooit had. Elke maand dat je kuurt bouw je schade op, aan je hart, aan je bloedvaten. Dus wat is veilig kuren? Nou, zo min mogelijk, het liefst niks. Er komt toch meer kijken bij het krijgen van een gespierderd lijf dan ik dacht. Daarom gebruiken steeds meer mensen ook anabolen om dat perfecte lichaam na te streven. En ook al kon ik er makkelijk aankomen, het gebruiken ervan, dat zie ik achteraf toch niet zitten. Maar hoe word ik dan blij van het beeld dat ik in de spiegel zie? Dat leer ik volgende week. Ik spreek af met OnlyFans creator Robin. Als ik nu ergens naartoe ga en er zijn honderden vrouwen, zou ik eerder mijn geld erop zetten dat er geen een zal zijn die me zal afwijzen dan iemand die het wel zal doen. En fat liberationist Bappie, die allebei heerlijk in hun vel zitten. Omdat ik toch al dik ben, hebben mensen geen verwachtingen. Dus ik ben vrij om te doen wat ik wil.